Graag een applaus voor Maurits Groen. Oh. Het ging bijna niet door. Goed, jullie zijn natuurlijk helemaal afgepeigerd en toe aan de borrel. Dus ik dacht, laat ik een luchtige uitsmijter van een paar minuten toch nog met jullie delen. Het eindigt met een filmpje van 1,5 minuut en dan is het echt helemaal afgelopen. Ik dacht, we zitten op het ogenblik met een financieel-economische crisis. Waarom zal ik niet even dat probleem aan het slot van deze dag in 15 minuten met jullie bespreken en oplossen? Er is natuurlijk een enorm drama aan de gang, hè? Een Grieks drama. Letterlijk en figuurlijk zou je bijna kunnen zeggen. Maar in zekere zin zou je en echt met reden kunnen zeggen dat de financiële crisis eigenlijk een omvangrijk uitgevallen toneelstuk is. Met genoeg reële consequenties, maar dat was pakweg 150 jaar geleden ook zo toen in Brussel in 1839 de opera de La Muette de Portici werd gespeeld. En op een gegeven moment bij een vrij revolutionair lied was ingestudeerd door een actiegroep in de zaal die ging opstaan. Die dacht, wij moeten af van dat ellendige Nederland en binnen 10 dagen, 10-daagse veldtocht, was België een feit. Achteraf misschien niet zo'n gunstige, gelukkige ontwikkeling, maar dat moeten ze zelf maar even uitzoeken. Maar ik blijf met mijn stelling, de financiële crisis is eigenlijk een groot toneelstuk. Want het is een kwestie van afspraken die wij zus kunnen maken en die wij zo kunnen maken. In de 70 jaren kende Latijns-Amerika een vergelijkbare crisis, die eigenlijk nog wel een paar graadjes erger was dan deze. Brazilië, een land dat 259 keer zo groot is als Nederland, en Argentinië, een vrijwel even grote buurman, die stonden echt op omvallen. Die hadden echt een inflatie van 10.000% per week. Als mensen hun salaris kregen, dan holden ze naar de supermarkt om er gelijk suiker en koffie voor te kopen, want tegen de tijd dat ze die paar minuten hadden afgelegd, dan was hun geld, hun salaris alweer minder waard geworden. Dat probleem is opgelost doordat er gewoon verstandig is omgesprongen met het hele verhaal, want nogmaals, het gaat om afspraken. De economie is een kwestie van afspraken. En de economie is dus ook een kwestie van vertrouwen. En dat hebben we gezien toen de DSB-bank in 1 dag in elkaar stortte, toen mensen hun geld wilden terughalen omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de kredietwaardigheid van die bank. En een beetje dat daarop doorbordurend is in feite de financiële crisis waar we nu ook in zitten een afspraak. Het is onverstandig, zoals Griekenland gedaan heeft, om voortdurend meer geld uit te geven dan je binnenkrijgt. En om daar ook over te liegen naar andere partners waar je nauw mee verbonden bent. En daar krijgen ze nu ook flink voor op hun donder. Maar het blijven afspraken. Toen na de Tweede Wereldoorlog heel West-Europa in puin lag, toen dachten de Verenigde Staten, wij missen een afzetmarkt. Wij gaan de jongens eens even in de benen helpen. Wij gaan een Marshallplan opzetten. Dat gaat ons ontzettend veel geld kosten. Maar dat is eigenlijk een investering. Dat is niet geld over de balk gooien. Dat is investeren in onze toekomstige handelspartners, in onze afnemers. En misschien weten ze ook nog een paar leuke producten te maken die wij dan weer vanuit Europa kunnen importeren. Wat niet een toneelstuk is, is de ecologische crisis. Je kunt de wet op de kansspelbelasting en ik noem maar wat, die kun je op een gegeven moment afschaffen. Maar dat ligt toch wat anders met de wet van de zwaartekracht, om maar wat te noemen. Als mensheid hebben wij een kapitaal in de vorm van natuurlijke grondstoffen, hout, vis, zoet water, noem maar op, fossiele brandstoffen niet te vergeten. En we hebben een inkomen, dat is de zonne-energie, de getijdenenergie, de geothermie, noem het maar op, die we elk jaar weer opnieuw krijgen. Overigens zoveel dat wij als aarde per uur net zoveel energie ontvangen als we in een heel jaar, en wij zijn toch niet echt zuinig, in een heel jaar met de hele wereld opmaken. Dus dat moet toch op een of andere efficiënte manier te oogsten zijn, zou je kunnen zeggen. Maar nogmaals, we hebben dus een kapitaal en we hebben een inkomen. Dat inkomen gebruiken we niet, dat negeren we achterloos. Maar het kapitaal wat we hebben, daar zijn we heel erg dol op, want dat jagen we er in een enorm tempo doorheen. Het Wereld Natuurfonds houdt sinds een jaar of, nou wat zal het zijn, 20, 25, een nauwgezette boekhouding bij van die manier waarop wij met ons kapitaal en ons inkomen omgaan. Dat heet de Living Planet Index en elk jaar publiceren ze die weer. En ze hebben uitgerekend dat sinds 1989 de mensheid het punt is gepasseerd waarop wij meer verbruiken dan wij aan inkomen hebben.
En dat is inmiddels, dat is, nou reken even uit, dat is 21 jaar ongeveer. In die 20 jaar zijn we erin geslaagd om dat omslagpunt zodanig te versnellen, zou ik bijna zeggen, ondanks crisis en wat dan ook, dat wij nu ruim 30% meer verbruiken dan wij binnenkrijgen. Nou, dan hoef je geen econoom te zijn om uit te kunnen rekenen dat het vroeg of laat fout gaat. En waarom dat al niet sinds 89, dus 20 jaar, 30% inmiddels, is een stijgende lijn, niet lang fout gegaan is, dat is omdat heel veel van die crisis nog, zoals wij 10 jaar lang door Griekenland achter de cijfers niet mochten kijken en voor het lapje zijn gehouden, zodat heel veel van die crisis nog verborgen zijn voor heel veel mensen, hoewel er signalen genoeg zijn dat het echt grandioos de foute kant op gaat. Het verbaast mij altijd weer dat wanneer er op een gegeven moment weer een of ander wetenschappelijk onderzoek uitgekomen is, waar dan er blijkt dat voor het einde van deze eeuw, dat lijkt heel ver weg voor onszelf, hè. Ik zal er dan niet meer zijn en veel van jullie ook niet, maar onze kinderen en onze kleinkinderen in ieder geval wel, dat dan zo ongeveer 40% van alle levende wezens die wij nu op de aarde met ons als andere levende wezens delen, dat die gewoon zijn uitgestorven. Ja, dat is een berichtje op in de krant. En ja, dat is gewoon heel. Ik vind het verbazingwekkend dat dat dan niet een ophef is. Want als je zegt, maar niet een steen uit het fundament haalt, maar zo ongeveer alle funderingspalen weghaalt, dan moet je niet verbazen zijn dat op een gegeven moment dat gebouw gaat instorten. Een mooi signaal is de visstand. Daarvan wordt gezegd, dat is nog wat dichterbij, 2050 is er gewoon geen vis meer te vangen. Ja, laat het even tot u doordringen. In 2050 is er geen commerciële vis meer te vangen, want het is gewoon weg. Op. De signalen zijn er al een beetje. Vroeger was zalm, dat was voor de dienstmeiden. En kabeljauw, dat aten de Engelse arbeiders. Fish and chips en zo. En tonijn, nou dat kun je nu niet meer voorstellen, maar dat was een soort van afvalvis die eigenlijk niet de moeite waard was om te vangen. Nou, dat is nu al anders, maar ze staan gewoon echt allemaal op uitsterven. En de prijzen zijn enorm. Dat zijn dus een beetje signalen. Daar raakt de economie en de sociale wetenschap economie, die zich vaak voordoet als exacte wetenschap, maar de sociale wetenschap economie, die raakt aan de natuurwetenschap, of de natuurwetten zou je kunnen zeggen. De schaarste, want economie is de wetenschap van de schaarste, en de verdeling van die schaarste, die raakt dan de reële wereld, de reële economie. En ja, dat is vaak verwarrend, dus heel veel mensen hebben niet in de gaten wat er echt precies aan de hand is. Het heeft wel eens iemand gezegd, wie denkt dat je in een eindige, beperkte wereld, hè, we hebben een rond bolletje, als je van een afstand bekijkt is het echt heel klein. Wie denkt dat je in een beperkte wereld eindeloos kunt doorgaan met economische groei, en liefst nog lineaire economische groei, die is of gek of econoom. Ja, je kunt erom lachen, maar dat is dus echt de basis van elk kabinet dat wij sinds mensenheugenis gehad hebben, nog steeds. Iedereen wil groei, economische groei. Dat kan gewoon niet, dames en heren, dat is jammer. Geestelijk kun je groeien, je kunt meer boeken lezen, je kunt meer discussiëren, concerten hebben. Maar als het echt gaat om het opmaken en het verspillen van natuurlijke grondstoffen, dan is er op een gegeven moment echt een eind aan. De prijs, ik noem het net de prijs van vis bijvoorbeeld, die stijgt. De prijs van benzine aan de pomp stijgt, overigens vooral omdat de belastingheffer daar zijn deel van neemt. Van 1,60 die aan de pomp betaalt, gaat 1,20 rechtstreeks naar het ministerie van Financiën. Op zich helemaal niet slecht, want anders zou er misschien nog meer gereden worden. Maar in feite vertellen die prijzen nog steeds niet echt de waarheid. Een ton CO2, en daar wordt tegenwoordig in gehandeld sinds we het Kyoto-verdrag hebben op hele beperkte schaal. Maar een ton CO2, en dat is 1000 kilo CO2 uitstoten, die kun je afkopen op het ogenblik voor een marktwaarde van 5 euro. Terwijl is uitgerekend dat eigenlijk, als je alle schade die veroorzaakt wordt op alle mogelijke manieren, direct en indirect, door de uitstoot van die CO2 zou verdisconteren de prijs, dan zou een vat van 159 liter of zoiets, maar een barrel olie, het kost nu $100 ongeveer, die zou niet $100, maar $280 moeten kosten. Dus $180, dus in feite bijna 2 keer de prijs die we nu betalen, die wordt op het ogenblik niet in die prijs verdisconteerd. Nou, dat gaan we vroeg of laat op ons brood krijgen als we dat niet aanpassen. En het rare is, en dan kom ik aan het slot van mijn vrolijke boodschap, want dat is het namelijk echt wel. Het is namelijk ongelooflijk eenvoudig om die crisis aan te pakken en op te lossen. Ik mocht een tijdje geleden een verhaal houden voor een bouwcongres in Haarlem. En toen herinnerde ik mij dat ik in 1980, dat is dus enige tijd geleden,
een artikel geschreven had over de bouw, waarin ik een artikel citeerde uit het jaar 1900, dat was dus 80 jaar daarvoor. En in dat artikel werd aangetoond dat het heel makkelijk was om wat wij nu noemen energie nul woningen te bouwen. Dus woningen die geen fossiele brandstof nodig hebben om te verwarmen of te koelen. Nou, ik eindigde dat verhaal natuurlijk door te zeggen, ik hoop niet, dames en heren, dat mijn dochter over 30 jaar haar vader moet citeren, die een artikel van zichzelf van 30 jaar daarvoor citeerde, waarin die een artikel citeerde dat 80 jaar daarvoor geleden aantoonde dat het niet nodig was om fossiele brandstof te gebruiken om huizen te verwarmen en te koelen. Toch hebben we na de afgelopen 50 jaar, wat is het, sinds de ontdekking van Slochteren, ik geloof 25.000 miljard kubieke meter gas aan verspild. Dat is eigenlijk zonde, want aardgas, CH4 voor de chemici, is een ongelooflijk hoogwaardige grondstof voor alle mogelijke producten. En wij steken dat in de fik alsof het een briefje van 10 is waar wij een sigaret mee aansteken. Dat is heel dom. Daar moeten wij mee ophouden. En we hebben een grote woningvoorraad van iets van 6 miljoen huizen, woningen, met nog een hele hoop kantoren erbij. Die staan elk jaar weer enorm te verspillen. Dat weten we al decennia. Maar toch is het pas officieel beleid, en ik hoop dat we het vasthouden in ieder geval, want dat is al heel revolutionair, dat in 2020 de EPC, voor vaklieden energieprestatiecoëfficiënt, we zeggen de energieprestatie van een woning, dat die eindelijk naar nul toe gaat. Konden we dus al 100 jaar geleden, maar goed, 120 jaar geleden, die gaat eindelijk naar nul. Dan wordt dus eindelijk afgesproken dat we gaan doen wat we toen al wisten. En dat is niet alleen leuk voor het aardgas en voor het klimaat misschien en zo als het bestaat. Veel mensen twijfelen eraan dat het bestaat. Maar dat is ook goed voor de portemonnee. Het is zo dat de bouw, over 2,5 weken publiceer ik een boek van een Delftse professor die dat allemaal keurig netjes heeft op een rij gezet. 50 aspecten, links een rode pagina, rechts een groene pagina, hoe die bouw in elkaar zit. Links hoe het nu gaat en hoe het niet moet en rechts hoe het wel moet. Die heeft uitgerekend dat 50% van alle energie die wij gebruiken gerelateerd is aan de bouw. Aan het produceren van bouwmaterialen, aan het bouwen, aan het verwarmen, het koelen, het verbouwen, het transporteren. 35% van alle transport in Nederland is bouwgerelateerd. 40% van alle afval in Nederland is bouwgerelateerd. En als je zijn methode gaat volgen, lees vooral het boek als je daar zin in hebt, maar ik deel met jullie de conclusie, dan kun je dat allemaal halveren. Dan kunnen we van 50% energie naar 25, en dan heb ik het nog niet eens, dan heb ik over de bestaande bouw. Niet over nieuwbouw, want die moet natuurlijk onmiddellijk naar nul. Dat gaat over de transport, files zijn onmiddellijk opgelost. Als alle vrachtwagens dekzeilen, transparante dekzeilen zouden hebben, dan zou iedereen zich rot schrikken, want al die vrachtwagens die rijden gewoon leeg rond van A naar B. Dat is gewoon een logistiek probleem, dat is gewoon dom. Nou, dat geldt voor de bouw, dat is een kwestie van vele miljarden die daar nu in omgaan. De bouw is een sector waar geloof ik 11 miljard in omgaat. Nou, als je daar de helft zuinig in kunt zijn, dan is dat niet niks. Van de week kwam er een rapport uit van het CE in Delft, die precies had uitgerekend hoe het zit met de energiesubsidies. Dat is een heel vies woord tegenwoordig, subsidies. Vroeger werd dat met alle andere woorden aangeduid, sectorsteun of innovatiebevordering of weet ik wat. Subsidies, heel slecht. Goed, oké. Windmolens draaien op subsidie, wordt er dan gezegd. Het CE heeft uitgerekend dat wij elk jaar nog steeds een bedrag tussen de 5 en de 7,2 miljard uitgeven aan het bevorderen van vervuiling en uitputting, fossiele brandstofbevordering. Terwijl we ongeveer 1,1 miljard uitgeven aan duurzame energie. Dat is dom, dames en heren. Dus wij lenen geld van landen als China, noem het maar op. Vervolgens geven we dat aan landen in stabiele regio's en mensen waar we geen vrienden mee zijn. Hugo Chavez, regimes als Nigeria, Midden-Oosten, nou, noem het maar op. Algerije, ook niet zo'n fris regime. En daarmee creëren we vervolgens voor onszelf mee een enorm probleem. Dat is niet slim. Dat kan heel anders. Die bouw kunnen we aanpakken. We kunnen al die werklozen bouwvakkers die nu een uitkering hebben en die nu thuis niks zitten te doen, op een hele nuttige manier aan het werk zetten. Daar hebben de Europese Unie niet voor nodig. Laat staan de World Trade Organization. Dat is, de bouw is een lokaal, hooguit een regionaal verhaal. Alle bouwmaterialen komen uit de buurt. Die zijn namelijk te bulky om te transporteren. Dat wordt dus veel te duur. Arbeiders haal je niet uit China als je een gebouw wil neerzetten of wil verbouwen.
bouwmaterialen idem dito. Dus ook metaal en het constructiewerk en noem het maar op, architecten niet te vergeten. Grafische ontwerpers, allemaal lokaal en regionale economie waar we vandaag mee kunnen beginnen. Samen met 3 andere mensen, dan kom ik aan het slot, hebben wij een paar maanden geleden een initiatief gestart wat op een hele makkelijke en een gratis manier, dat spreekt Nederlands natuurlijk altijd erg aan, het mogelijk maakt om alles wat wij kopen, we beginnen op internet, ik zal eens uitleggen waarom, maar later met bonnetjes kan dat ook bij de gewone winkels waar je naartoe gaat, dat alles wat je koopt, het kost niet alleen geld, maar het kost ook energie om te maken. Ik heb net voor de bouw al een voorbeeld gegeven. Dat is natuurlijk crying over spilled milk. Dat is er gewoon, dat is gemaakt. En uit de statistiek kun je lezen dat dat altijd met fossiele brandstof gebeurt. Een klein beetje kernenergie. En we willen natuurlijk naar een duurzame energie. Hè? Water, geothermie, zon, noem het maar op. Getijdenenergie misschien. Maar ja, wat gebeurd is, is gebeurd. Toch heeft iemand, en ik ben het gelukkig niet zelf, dus ik kan zeggen dat ik het vrij briljant vind, iets bedacht waardoor je met terugwerkende kracht, zonder dat het mensen moeite kost en zonder dat ze geld kost, zoals ik al zei, alsnog de totale hoeveelheid energie die nodig is geweest om een bepaald product te maken, of dat nou een stoel is, of deze microfoon is, een tafel, of een auto, of een jasje, of wat dan ook, dat die met terugwerkende kracht 100% met zonne-energie wordt opgewekt. Hoe werkt dat systeem? Als je via een webportal, en ik zou zo de naam geven, Do the Bright Thing, via het webportal de deur naar het internet opgaat en vervolgens doet wat je altijd doet, dan ga je naar Weekamp of je gaat naar Bol.com of naar Amazon of weet ik van fietsenwinkel, V&D, en je doet daar je aankoop, je maakt de keus voor het product wat je graag wil hebben. Het gaat voor dezelfde prijs, er zijn geen andere strings attached, dus exact op dezelfde manier. Je betaalt ook gewoon aan V&D of Bol.com of wie dan ook. Maar tegelijkertijd is, doordat je via dat webportal daar terecht gekomen bent, zo, dat werkt gewoon achter de schermen van het internet, dat er dan een commissie, een kleine fee van gemiddeld 2%, in dit geval dus naar dat webportal Do the Bright Thing gaat. En dan is het aardige, dat geld dat wordt gebruikt voor het aangaan van een lening ter grootte van 4-5 keer dat bedrag. En er is uitgerekend samenwerking met de Universiteit van Groningen en met de data van de producenten, dat je dan met dat geld een zonnepaneel kunt kopen dat precies zo groot is dat de komende 20 jaar, zonnepanelen gaan 30 jaar mee, dus er zit een flinke marge in, ook nog 1,5 jaar voor het produceren, voor de scherpslijpers, produceren van het zonnepaneel zelf, nog 1,5 jaar voor het transporteren en het recyclen, dus 22 jaar ben je helemaal schoon, heb je nog 8 jaar, sta je winst te maken, hè? Is toch nog mogelijk winst, want het is oogsten van iets wat van extern komt, dan kun je dus in die 20 jaar 100% van de energie die nodig is geweest om product te maken, alsnog met zonne-energie opwekken. En als consument die dat wil steunen, want iedereen wil wel de goede kant op, maar ja, het is lastig, moeilijk, duur, ingewikkeld. Makkelijk kunnen we het niet maken, zou ik bijna zeggen. Je hoeft alleen maar dat als favoriete beginmoment, favoriete deur naar het internet te kijken. En dan krijg je gewoon eerst, dat is op zich ook heel aardig om te weten dat jouw tablet, dat 80 kilowattuur gekost heeft om dat ding te maken. Of een boek, 7 kilowattuur. Een gezin gebruikt gemiddeld 2500 kilowattuur per jaar. Dus je kunt kijken op welk moment je je totale eigen consumptie op die manier hebt gecompenseerd, als je dat woord zou willen gebruiken. Nogmaals, kost je helemaal niks. Gaat uit het marketing- en reclamebudget van de verkoper, die er verder helemaal niks van merkt. Dat gaat volkomen automatisch. En denk je van, nou leuk, heb je iets aardigs bedacht. Ik weet niet of u weet hoeveel geld er in het internet omgaat tegenwoordig. In Nederland is dat vorig jaar 8,5 miljard geweest. In Engeland was het al 85 miljard. Dus als op die manier Nederlandse spullen, internet aankopen heb ik het over, op die manier dat geregeld had, ik heb uitgerekend, dan zou daarmee voor 170 miljoen euro aan zonnepanelen gratis gerealiseerd zijn. Nou, het aardige is dat iemand die dat doet gelijk een bedankmailtje krijgt van bedankt dat je Bright gekocht hebt. Maar nog aardiger vind ik dat je dan na 2 maanden een mailtje krijgt met een link van Google Earth, zodat je precies kunt zien, is gegarandeerd dat binnen 2 maanden dat paneel ook inderdaad daadwerkelijk ergens geplaatst wordt, waar dat paneel wat jij hebt mogelijk gemaakt hebt,
waar dat komt. Nou, gisteren is net het tweede parkje, want het is net een paar maanden geleden van start gegaan. Er is inmiddels een paar ton op die manier uitgegeven door Nederlanders. 2% daarvan, 2 zonneparkjes neergezet. Kun je vanavond mee beginnen? Het is enorm. Dan hoef je dus helemaal niks te doen. In feite kun je dus al je aankopen totaal vergroenen. En dat geeft tegelijkertijd een signaal aan producenten dat ze misschien ook die kant op moeten gaan. Het is aardig dat deze week een gesprek is met een zeer grote gutter. Niet de allergrootste, maar een grote gutter. Die dat zo'n aardig idee vindt dat hij voortaan om te beginnen alle non-food artikelen automatisch via de Brightthing wil laten lopen. Want nogmaals, het hoeft niet alleen maar via het internet. Het kan ook via gewone aankopen. En hij wil daar om te beginnen mee van start gaan. Hoe dat precies werkt, dat staat in het filmpje van 1,5 minuut, tekenfilmpje, waar ik graag mee wil eindigen. Ik zou bijna zeggen, iedereen wil de goede kant op. Makkelijker kunnen we het niet maken en leuk is het al. Dank u wel. This is Saskia. She just bought a new camera. But she's also been able to do some good in the world. And that's a nice feeling. She just got back from holiday, but her camera didn't make it back with her. She was looking for a replacement, and a friend told her about Do the Bright Thing. She found exactly what she wanted at the best price, and it was delivered from her favorite web shop. But the best part is that Do the Bright Thing promised to install solar panels to cover the amount of energy that was used to make the camera for free. She was still experimenting with her new gadget when an email popped in telling her exactly where the solar panels were being installed. Hers were going to a local school, but they could also be on their way to a solar park, or even to places where they'd make a real impact. The more people shop through Do the Bright Thing, the more free solar panels are installed. And that means more of the goods we all buy will be made with clean, safe solar energy. In fact, if all cameras bought in 2010 had been bought through Do the Bright Thing, it would have made enough solar energy for 2 million typical households in 2011. Make a difference. Do the Bright Thing. Hallo. Dames en heren. De discipline in deze zaal is ongelooflijk. Het is exact 5 uur. Ik dank namens jullie Maurits Groen en het leuke filmpje. En de oplossing is inderdaad heel dichtbij. Hoef het helemaal niet zo gecompliceerd over te doen. Aantal uren oplettend naar elkaar geluisterd. Het is nu tijd voor een drankje. Eventueel kaartjes uitwisselen. De bar is open hierachter. Het is daar gezelliger, heb ik gehoord, dan in de zijpanelen. Tot zo.